Dames en heren, jongens en meisjes. Oh my lord. Ik heb in mijn leven veel domme aankopen gedaan. Oh, wat mooi. Vind je mooi? Ik vind het heel mooi. Ja. Maar wat ik nu heb gekocht is naast het vetste ook het allerdomste, denk ik, wat ik ooit heb gekocht. Wel, het is het meest nutteloze. Het slaat helemaal nergens op. Het slaat echt helemaal nergens op. Ik kreeg net een bericht van PostNL. Er is een pakketje voor je bezorgd vanuit het buitenland. Dus ik dacht, eindelijk is het pakketje binnen waar ik naar op zoek ben en wat ik wil en waar mijn leven om draait. Vind je het nou enorm spannend wat ik besteld heb? Dat snap ik. Dat vind ik namelijk zelf ook. Doe even abonneren op mijn kanaal. We gaan echt tanto lekker. We gaan bijna naar de 470.000 abonnees. We zijn nu op 464. Dus 1000 abonnees bij moet lukken, mensen. Ik wil het niet. Ja, kijk, ik wil je niet pushen, maar. Abonneer! Kom op nou! Ik heb echt tanto veel geld uitgegeven voor dit. Omdat ik het lachen vond. Dus abonneer nou alsjeblieft. Maar ik heb dus een berichtje. Dus ik krijg hier beste Koen. Er is een pakket uit het buitenland voor je. Dit is bij een PostNL locatie bezorgd. Ik was er blijkbaar niet. Wat heel raar is. Want ik ben er constant geweest. Dus ik weet niet. Goed, maar dan staat er, de totale kosten van het invoeren van dit pakket bedragen 192 euro. 192 euro en 29 cent voor het invoeren van het pakketje. Het was echt al half te duur. Maar wat we nu gaan doen, we gaan hierheen rijden. Het is best lang rijden, volgens mij 2 minuten. En dan gaan we het ophalen en dan ga ik jullie laten zien wat voor bizar iets gekocht heb. Mensen, abonneer op mijn kanaal, volg mij hier beneden op YouTube en volg mij op Instagram. En dan gaan we nu naar de afvalpunt. Sorry. Een blok cocaïne, mensen, daar is het! Nee, mijn pakket is binnen uit het buitenland. Weet je wat ik besteld had? Maar dat weten de kijkers nog niet, dus dit is nog geheim. Dus als je even met je oor zou kijken. Kijk, is goed. Zo? Enge drip. Maar weet je hoeveel ik moet betalen nog als invoerrechten? 192 euro. 192. Ja, what the fuck. Het is, maar voor de video heb je een koude olifant besteld. Ja. Ik ga dus nu erheen. Maar het ding is, straks is dit niet. En dan heb ik even een kutpakket van 192 euro. Even nog een andere sponsor heb ik even gegeven. Ja, dit was geen sponsor. Daar heb ik hard voor gewerkt. Hey, doei! Oh mijn god, het regent vandaag niet. Mensen, ik ben echt ongelooflijk hyped. Ik ben in tijden niet zo hyped geweest. Ho, ik gooi bijna mijn deur tegen Mats auto. Niet dat ergens Mats auto stond kapot en lelijk. Ik heb in tijden niet zoveel zin gehad om iets op te halen. Oh mijn god, we gaan lekker rijden. Let's go. We gaan het halen. En ik heb er verschrikkelijk veel zin in. Het is echt weer hoerendruk. Echt, werken mensen thuis of zo deze tijd? What the fuck? Wat ik trouwens helemaal vergeten ben te zeggen, is dat dit me meer dan 1000 euro heeft gekost dat ik nu opgehaald. Ben ik daarmee in mijn kontje geboord? Is het echt veel te duur? Absoluut. Maakt het een beetje iets uit? Nee, absoluut niet, jongen. Ik ben echt tanto blij met wat ik hier heb gekocht. Echt heel erg blij. Kut, dat was een plek, maar nu niet meer. Ik heb misschien een plek, Kom. Hatsa. Dit is de plek. Ja. Mensen, we staan. Ik ga nu even naar binnen. Ik ga niet filmen, want jullie weten dat ik niet denk dat mensen het fijn vinden. Ik zie jullie zo weer met het fucking pakket. Let's go. A few moments later. Oké, mensen, ik had dus een van de manieren in mijn hoofd dat het best wel zwaar zou zijn. Maar ik kan je vertellen dat is het absoluut niet. Het weegt echt helemaal niks. En ik moet zeggen, voor die 20 goudsnaven die ik heb besteld, is dat best wel licht. Nee. Ik heb 1000 euro betaald. Ik denk, het voelt nog niet eens als een kilo. Nou, dat is niet goed. Ik ga je straks vertellen wat ik besteld heb. En dan hoop ik dat daarin zit. Maar dat is wel gewoon spanning en sensatie. Straks ben ik gescamd. Dat zou wel schitterend zijn. Nou ja, niet voor mij, maar wel voor jullie. Want even heel eerlijk. Als ik een YouTuber zou kijken en die zou zo enthousiast zijn over een pakket. En in plaats van het ding wat hij had gekocht, zitten er veren in. Ja, dan zou ik wel moeten lachen. Hartstikke idee. Dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we dan. Met het pakketje, der pakketjes. Ten eerste ga ik even kijken waarom het in godsnaam 192 euro kostte om dit hierheen te krijgen. Mensen, wat ik dus heb gedaan. Een tijd geleden op Instagram zag ik iets voorbij komen, namelijk kaarsjes. Maar echt. Kaarsjeschoenen. Dus ik dacht, weet je, die moet ik hebben. Maar ik vond ze niet helemaal nice. Ik wil ze eigenlijk iets anders. Dus ik stuur die verder een bericht van hoeveel kost dat? Wat zal het zijn? Zal ik eens even kijken? Maar was het echt $900. Ja, ik maak geen fan. Dit was dan ook wel een artist. En niet Jeroen van 14 die je schoenen customized. $950. Ik heb hier $950 voor betaald. Toen $200 om te versturen. Nu dus nog 192 euro om in Nederland te krijgen. Nou, bizar. Mensen, dit wordt zo ongelooflijk gaaf. Ga ik zo'n glazen ding kopen en dan ga ik ze tentoonstellen achter me. Als een soort van fantastisch kaarsje. Nou, ik moet zeggen, het is goed ingepakt. Ah, we zijn er. Yes! Woehoe! Mensen, ik ben tanto hyped. Weet je hoe lang ik hier al wacht? Echt 1,5 maand of zo. Oh! Ja! Zo, nu zijn ze wel zo. Dat is heel raar. Ik vond dit helemaal niet zwaar, maar dit wel. Weg ermee. I shake it up. Oké. Waar is dit het vast? Oh, hij heeft het helemaal. Zeg maar, ik ben niet dat ik zeg van. Oh, zonde van milieu. Maar dit is wel echt heel overdreven. Oh. Wat heeft hij allemaal gedaan, deze man? Hij was trouwens heel aardig, oprecht. Ik zal straks, als ik heel nice ben, zal ik even zeggen wie het was. Want als jij denkt van, ik wil ook kaarsjes schoenen. Nou, moet je betalen, broer. Tanto duur. Ja, dan kan je dat doen als je wil. Ik kan me niet voorstellen wie het in godsnaam zou willen, maar dan kan het wel. Mensen, ik ben zo verschrikkelijk hyped. Yeah! Woehoe!
Wow, zo! Krijgen we even een mooie doosje, moet je kijken, ze zijn maar ingepakt. Ik kan duidelijk zien dat dit een artist is. Oh, oh mijn god, daar is hij. Air Force One. Die doos is echt helemaal verkeerd. De doos is echt helemaal gekreukt. Mensen. Dit heeft mij 1200 euro gekost. Oh mijn god. Yeah, check dit. Oh mijn god, wat goed. Oh, wat een schitterende schoen. Moet je kijken. Wat goed. Oh mijn god. Check hoe vet dit is. What the fuck. Oh mijn god, ik vind het echt tering nice. Kijk nou. Wat een vette schoen. Kijk nou even. Oh mijn god, wat vet. En jongens, goed nieuws. Er is ook een tweede. Ik pak hem even uit. Huh? What the fuck? Wat? Geintje. Kijk nou. Dit is toch fantastisch. De echte kaarsjeschoen. Ik ben een trots enige eigenaar op de wereld van deze schoen. Hoe zou dat toch komen? Maar het ding is van, ik wil ze dus eigenlijk gewoon niet echt aandoen. Dus ik wil ze in zo'n glazen vitrine ding zetten. Ken je nou iemand die dat soort dingen verkoopt? Laat het even achter, wat wil ik doen. Ik wil ze wel even één keer aan. Ik moet ze één keer aandoen. Dan wil ik even de reactie zien van Mattie en van Roel. Oh my lord. Ik pas ze. Ja. Check dit. Oh, wat goed. Ik ga even naar Rob's kamer. Rob heeft een goede spiegel. Nou, ik zeg, Rob heeft een goede spiegel. En die mogol, zijn spiegel is helemaal stuk. Wat een fucking goede schoenen, hè. Ze zijn wel lelijk, maar wel mooi lelijk, zeg maar. Het komt niet door de kunst dat ze lelijk zijn. Het is gewoon lelijk, want het is kaas. Maar ze zijn wel nice. Oh, de trap af. Dit is niks. Wie kan ik aan het doen? Ja, ik heb een cadeau binnengekregen. Nou, geen cadeau, ik heb het eigenlijk zelf gekocht. Wat een cheesy trip. Wat vind je ervan? Zo vet hoor. Als je mij op straat dan ben je wel echt een clown. Ja, daarom. Ik ben 1200 euro gekost. Oké. Okay. Ik moest net 200 euro invoerrechten betalen. Ja, heb je altijd. Het is een nakje gewoon. Echt diep en diep drie. Wat vind je ervan, cijfertje 1 tot 10? 9. 9, hè? Vette kaarsjeschoenen, man. Vette kaarsjeschoenen. Niet te veel blopen, man. Nee, ik ga ze ook meteen weer uitdoen. Maar ik geef ze even naar Roel. Hey, doei. Doei. Succes met je weekend. Roel, kan je hem op pauze zetten? Oké, ogen dicht. Jij mag kijken. Zo, hallo. Wat vind je van mijn kaarsjeschoenen? Dit is ziek. Dit is heel ziek. Ja, hè? Ja. Het is wel lelijk. Hele fetus erin. Maar ik ga ze niet dragen. Nee, je gaat ze van... Ja, ik ga ze niet zetten. Dat heb ik net een oproep gedaan. Of iemand weet waar je dat makkelijk kan kopen. Maar kijk even, heerlijk toch? Mooi, zeg. Ho. Maar, cijfertje? Ik hou wel van excentrieke schoenen, dus dit is voor mij echt wel een 8,5. Zo! Ja, maar ik vind het mooi. Het is niet mooi. Het is wel vet gedaan. Het is vet. Ja, maar het is wel lelijk. Vloek bij haar. Ja, leuk! Mensen, louter positieve reacties hier in huis. Mensen, ik ga even lekker op de bank zitten. Dit is nog even een goed shot. Mensen, dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. Wil je deze kaarsschoen nou winnen? Zullen we een winactietje doen, mensen? Als ik voor het eind van 2020... Nou, dat gaat nooit lukken, maar we kunnen het proberen. Voor het eind van 2020 500.000 abonnees heb, dan geef ik aan één iemand ook deze schoenen. Maar laat ik ze gewoon nog een keer maken, want ik wil ze zelf ook houden. Dus wil je deze schoenen nou winnen? Zeg tegen al je vrienden, abonneer op Koens Kouwlok kanaal. We moeten nog 40.000 abonnees in 2 maanden. Dus 20.000 per maand. Het wordt heel lastig, maar kamp zich wel. Dus mensen, jullie weten het. Voor 1 januari 500.000 abonnees. En één iemand kan deze vette hutschoenen winnen. Nou, en die zijn geld waard. Hè? Mensen, besef me terwijl ik de hele tijd kauwgomen heb gehad. Sorry daarvoor. En de Instagram van deze baas die het voor mij heeft gemaakt, dat is Colin Johnson Artist. Ik zal een linkje naar hem in de beschrijving doen. Hij is echt een baas. Hij is echt een goede gast. Maar in ieder geval, mensen, dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Paren in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen kartje. Paren in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.